Coronavirus moet buiten blijven. Het verzet wordt uitgelegd. En met of zonder piloot vliegen. Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van het Jeugdjournaal. Deskundigen maken zich ernstig zorgen om de verspreiding van het coronavirus. Een virus dat vorig jaar is ontdekt in China. Daar zijn meer dan 400 personen ziek geworden, van wie er al 17 zijn overleden. Nu het virus al naar andere landen is verspreid, zouden wij ons in Suriname ook zorgen moeten maken? Over the past 24 hours, the death toll has nearly doubled to 17. More than 500 cases have been reported. Ik heb vernomen dat een virus is dat in China is ontstaan. En het is dan verspreid naar Amerika en een aantal Chinezen dan naar Suriname komen. En het dan ook in Suriname verspreid. Dus wat wij begrepen hebben is dat dat virus is ontstaan in China en dat er al doden zijn gevallen. Verder bestaat de indruk dat het een virus is dat van mens tot mens kan worden overgedragen. Verder weten we dus dat het zich aan het verspreiden is. Het was in China, het is geconstateerd in Thailand. En wat voor ons zorgwekkend is, dat ook in de Verenigde Staten mensen geïnfecteerd zijn met het virus. In China zijn de steden Huanggang en Shibi afgesloten, omdat daar de meeste besmettingen hebben plaatsgevonden. Suriname moet zichzelf ook beschermen, omdat er elke dag gemiddeld 50 personen uit China aankomen in ons land. Ik vind dat we strenger op zulke mensen moeten opletten. Omdat Suriname is eigenlijk een gezond land met gezonde mensen. Kan het voorkomen dat iemand dan met een virus naar ons land komt en daar raken wij dan besmet? Dus er moet daar strenger of zwaarder gelet worden daarop. En dat betekent dus dat wij in Suriname de nodige voorzichtigheid moeten betrachten. Dat 1. Het virus niet naar Suriname overwaait. En indien het naar Suriname overwaait, dat de consequenties zo minimaal mogelijk zijn. Coronavirus veroorzaakt een ziekte die in het begin lijkt op een stevige griep. Maar dit virus tast de longen aan en dat kan ernstige gevolgen hebben en zelfs tot de dood leiden. Ik vind dat we strenger op zulke mensen moeten opletten. Suriname is eigenlijk een gezond land met gezonde mensen. En als er dan een virus verspreidt, dan kan het zijn dat misschien de elf van de meeste populatie dan ziek wordt. Want dan kan het voorkomen dat iemand dan met een virus naar ons land komt en daar raken wij dan besmet. Maar het hoeft ook niet rechtstreeks van China. Het kan ook zijn dat iemand bij wijze van spreken van in China is geweest, naar Amerika gaat en van Amerika naar Suriname komt. Dus in principe moeten onze grenzen, moeten de mensen die bij onze grenzen bewaken, veel alerter gaan zijn. Om te kijken bijvoorbeeld als personen die griep hebben, wanneer ze de grens oversteken, om die eventjes aan de kant te zetten om te kijken als de mensen geïnfecteerd zijn met de ziekte. Want eenmaal in Suriname, dan gaat het zich makkelijker verspreiden wanneer je dus nu in contact komt met anderen. Alle aandacht ging gisteren uit naar Daisy Boutersen, die voor het eerst voor de rechter verscheen in de 8 december strafzaak. Maar niet ieder begreep waarom Boutersen nu voor de rechter moest komen nadat hij in november al tot 20 jaar cel veroordeeld was. Boutersen was leider van het militaire regime toen in 1982 de moorden werden gepleegd. Volgens de wet mag een ieder die door de rechter veroordeeld is aangeven dat die niet eens is met het vonnis. Verzet instellen tegen een vonnis is één manier. Mi no de eens naga sansa itak dapelek vonnis. Mi no de eens. En mi wan go taiga rechter. En het moment is dat mi verschijn dape, dat wan taki, a heel proces voor om een jari en bij je opnieuw bakken.
Wat is verzetting eigenlijk nou? Wanneer een strafzaak wordt behandeld en de verdachte verschijnt niet, dan wordt er een vonnis uitgesproken. En dat vonnis, hier dan een verstekvonnis, omdat de verdachte niet verschenen is op de zitting. En wanneer de verdachte het nu dus niet eens is met dat vonnis, dan kan hij in verzet gaan en daarvoor moet hij dan wel verschijnen op de zitting. Het eindresultaat kan zijn dat het vonnis van het vonnis dat al eerder is uitgesproken of wordt vernietigd of wordt bekrachtigd. Wat dus betekent als het wordt vernietigd, dan zal er een ander oordeel zijn. Wat bijvoorbeeld zou kunnen zijn dat meneer Bouterse zich niet schuldig zou hebben gemaakt aan moord. Dat is een voorbeeld. Of het andere oordeel kan zijn dat meneer Bouterse zich dus nog wel schuldig heeft gemaakt aan moord. Dus de rechter gaat kortom wederom de zaak behandelen. Het kan een poosje duren. We hebben gezien tot nu toe dat het jaren heeft geduurd voordat we het vonnis hadden van 29 november. Hoe lang het exact kan duren, dat weet ik niet. Dat moeten we afwachten, maar de verwachting is wel dat het niet meer zo lang zal duren als bij het vonnis in eerste aanleg. De behandeling van deze zaak hoeft nog niet te betekenen dat het eind van de zaak is, want er is nog altijd de mogelijkheid van hoger beroep als een der partijen het niet eens zijn, als de verdachte het niet eens is of als aan de zijde van de vervolging het niet eens is met het vonnis, dan kan men nog in hoger beroep. Dus de behandeling van deze zaak hoeft nog niet het einde van het 8 december proces te betekenen. Het was voorheen ondenkbaar, maar vandaag zijn er in bepaalde landen al zelfrijdende auto's op de weg. Nu is vliegtuigbouwer Airbus bezig met het testen van grote passagiersvliegtuigen die alles zelf doen. Van taxiën en opstijgen tot aan landen en parkeren. Zou jij in zo'n vliegtuig kunnen stappen? In dit filmpje is te zien hoe twee testpiloten van Airbus in de cockpit zitten en eigenlijk niets doen terwijl het vliegtuig opstijgt. Ik vind het eerlijk gezegd wel tof, maar als je kijkt naar de nadelen, bijvoorbeeld als je een volledig geautomatiseerd vliegtuig hebt, gaan de piloten nog wel werk hebben. Dus er gaat natuurlijk ook werkloosheid ontstaan, dus dat lijkt ook niet zo goed. Ik vind het sowieso prachtig hoeveel technisch inzicht erin gaat. Is sowieso een goede investering. Maar natuurlijk is het wel erg voor piloten. Kleine jongens die altijd hebben gedroomd hebben over piloot worden. Want dan gaan ze geen piloot meer kunnen worden. Eigenlijk is het niets nieuws. Vele vliegtuigbouwers werken er altijd aan om te automatiseren. Het is beter voor veiligheid. Het helpt ook bij met de workload van de piloot te verminderen. Het besturen van passagiersvliegtuigen is heel nauwkeurig werk. Eén kleine fout en er kunnen hele grote ongelukken gebeuren. Waarom willen de mensen van Airbus dat werk door een computer laten doen? Ze maken alleen maar meer winst. Sowieso vliegt het vliegtuig op betere hoogtes en minder benzine wordt verbrand. En ja, dus het gaat allemaal om geld. Zeg maar zo'n vliegtuig, om een piloot steeds te betalen kost natuurlijk veel geld. Maar als je dit eenmaal hebt betaald, komt het dan op lang termijn goedkoper uit. Piloten worden nog steeds getraind. Want als je niet met die dingen weet om te gaan, dan heeft het ook weinig zin. Je moet goed weten met die dingen om te gaan. Een piloot wordt elk jaar getraind. Hij moet elke 6 maanden een test ondergaan. Piloten moeten bij elke vlucht die ze uitvoeren enkele vaste dingen doen. De grote vraag is, zal de luchtvaart beter worden met vliegtuigen die bijna alles zelf kunnen doen? Ja, misschien gaan passagiers denken dat de piloten niet meer nodig zijn of dat je gewoon iemand daar kan zetten om het te bedienen. De piloot is nog steeds heel belangrijk. Ik weet niet wat het gaat zijn over 20, 30 jaar. Maar op dit ogenblik is die piloot nog steeds heel belangrijk. Hij moet het hele zaakje bedienen. Ik vertrouw het nog helemaal niet. Pas als er, zeg maar, als veel mensen al zijn geweest en het is zeg maar een succes. Never, nooit gewoon. Nee, echt niet. Straks ga ik dood. Ik doe dat echt niet. Vooral als, sowieso moet iemand 10 keer erin zijn geweest voordat ik zelf erin zou gaan. Ik zou zeker erin willen zitten, zeker. Ik zou het nooit missen.
deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Goedenavond.